Welkom allemaal. Binnen DISGEO is een van de sporen de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie. In de afgelopen tijd is gewerkt aan een inhoudelijk en conceptueel model. En nu is een nieuwe versie daarvan gereed. Samen met Dick Krijtenburg van GeoNovum kijken we nu naar het thema water en kunstwerken. Ik neem jullie mee in de vogelvlucht op de onderwerpen water en kunstwerken van de samenhangende objectenregistratie. Eerst behandel ik water, dan behandel ik kunstwerken met jullie. Dus eerst het onderwerp water. Water komen we tegen in de samenhangende objectregistratie bij reële objecten, bij functionele ruimte en bij geografische ruimte. En niet bij registratieve ruimte. Even een grote overview van alle objecttypen die we bij water tegenkomen: functionele ruimte, reële objecten en geografische ruimte. Ik ga er nu dadelijk even wat dieper op al die blokjes in. Allereerst oppervlaktewater. Het oppervlaktewater leggen we vast in de samenhangende objectenregistratie. Niet het grondwater, maar echt het oppervlaktewater. En daar kennen we vier groepen van: getijdengebied, bronnen en vooral watervlakte en waterlopen. Watervlakte, dat zijn zee, meer, plas, ven en vijver. Zoals we die ook in de BGT kennen. Hier is er eigenlijk niet zo heel veel uh, veranderd. Waterloop, hetzelfde verhaal, rivier, sloot, kanaal, beek en gracht, ook weer conform de BGT. Functionele ruimte, dat zijn er een, een aantal, ook een aantal nieuwe, nieuwe zaken die goed zijn om even te benoemen. We hebben te maken met keringen, dat zijn bijvoorbeeld kademuren zoals je ziet, of een keermuur, die het water keren. We hebben te maken met waterbergingsgebieden, we hebben te maken met oevers, of oeverzones, beter gezegd. We hebben te maken met gebruikszones, dus hoe de oppervlakte water wordt gebruikt. En dat gaan op drie categorieën: watersportzones, vaarwegzones en zones voor de professionele visserij. Geografische ruimte, daar kom je ook water tegen. Geografische ruimte, dat gaat vooral om landschappelijke gebieden, zoals gebieden met denk ik, dat groen, zoals polders en strand en, ja, en duingebied. Maar ook om water, dan hebben we dus een watergebied benoemd binnen het landschappelijk gebied. Dat heeft te maken met een fysisch geografische samenhang. En het gaat dan om een gebied dat overwegend met water bedekt is. Het volgende onderwerp wat ik even wil aanstippen is kunstwerken. Kunstwerken komen we tegen bij de reële objecten. Niet bij functionele ruimte, niet bij registratieve ruimte, niet bij geografische ruimte, maar specifiek bij reële objecten. We hebben vier groepen. Als je de BGT kent, herken je ook wel een aantal terug. Overbruggingen, ondertunnelingen, maatstaatskundige kunstwerken en kunstwerkdelen. Ook hier ga ik wat dieper op in, onder de motorkap, wat daar precies in zit. Als je naar overbruggingen kijkt, nou, aquaduct, brug, ecoduct, flyover, overkluizingen, viaducten. Het zijn voorbeelden van overbruggingen. Ondertunneling zijn duikers en tunnels. Waterstof kunstwerk het is een heel scala aan, uh, aan objectiepes. Zoals bijvoorbeeld een dijklichaam, dat is een hele belangrijke. Strekdam, stormbloedkering, steiger, vispassage. Nou, ik ga ze niet allemaal oplezen, maar het is een hele rij. Tot slot kunstwerkdelen. Kunstwerkdelen, dat zijn uh, ja, sluisdeuren of een, 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 een piloon, een pijler, een landhoofd. Allerlei voorbeelden van uh, kunstwerkdelen. Dit was een overview van uh, water en kunstwerken. Voor meer informatie, kijk op uh, de website of stuur een e-mail. En bedankt voor het kijken. Dan wil ik je hartelijk bedanken voor je aandacht en je bijdrage aan de consultatie. En mocht je nou nog vragen hebben, dan nodigen we je uit om aan te sluiten bij een van de vragenuurtjes op 6 april of op 8 april. Meer informatie hierover vind je op onze website. Tot ziens!